Dag iedereen, welkom bij Vlamaris, nieuwe podcast waarin we gaan praten over de Red Flames en het vrouwenvoetbal in het algemeen. En waarom doen we dat nu? Wel, eerst en vooral, waarom zouden we dat niet doen? Maar ook omdat we de rechten hebben binnengehaald van de kwalificatiematch van de Red Flames voor het WK. En daar gaan we hier in deze studio elke keer over praten. En we, dat zijn ikzelf, maar vooral de host van de populaire Mid-Mid-podcast, Sam Kerkhoffs. Sam, welkom. Waarom vooral? Omdat jij een heel belangrijk persoon bent en jouw podcast is net iets populairder dan heel wat andere podcasts. Oké, awkward, maar goed. Ik vraag me af waarom ik hier zit, maar misschien moeten we dat zelfs uitleggen. Ja, er zitten belangrijkere mensen. Marie Menard, Isabel Iliano, welkom twee Red Flames in onze studio om hiermee te beginnen. Een podcast over het vrouwenvoetbal en de Flames. Eindelijk? Ja, eindelijk. Ik weet niet of er al veel podcasts eigenlijk gemaakt zijn over vrouwenvoetbal en de Flames. Ik hoop van niemand. Ik denk het niet. Ik ben zelf zo niet echt een podcast volgen, dus... Ik wel, dat niet ik wel. Ik heb met al gezien, gehoord, voilà, in de auto. Maar eindelijk ook vooral is aandacht op een ander platform voor het vrouwenvoetbal. Zeker en vast. Mocht wel eens, denk ik. Ja, ik denk het ook, zeker en vast. Ik denk dat het altijd wel leuk is om op verschillende platformen aanwezig te zijn, dus... Bedankt dat we hier mogen zijn. Dat is heel graag gedaan. Ik wil niet bedanken eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Sam, jij wou uitleggen waarom jij hier zit, waarom wij hier zitten? Ja, dus het is eigenlijk een soort van, ik weet niet hoe hard dat jullie al op de hoogte zijn, een soort van experiment, zeg maar. Ik ga daar eerlijk over zijn. Ik volg het niet helemaal, het vrouwenvoetbal. Dus het is de bedoeling dat ik nu elke kwalificatiematch voor het WK wel ga kijken. Hier ook iedere interlandperiode twee Flames ontvang. En dan eigenlijk kijken, ben ik op het einde van de WK-campagne, de kwalificatiecampagne, fan of niet? Okay. Ja. Dat is eerlijk. Maar je gaat daar zo lang over doen om te kan weten dat ik volgende keer al fan ben, of nu al. Voilà. Kan, hè. Vinden jullie het voorlopig nog niet. De druk is er nog. Vinden jullie het eigenlijk erg om nog altijd te horen van voetballiefhebbers? Ja, we kijken graag naar voetbal, maar naar het vrouwenvoetbal en naar de Flames kijken we eigenlijk niet. Is dat erg om dat te zeggen, dat wij dat niet helemaal op de voet volgen? Ik denk dat dat gewoon nog zo vaak is, dat dat bij iedereen nog eigenlijk nog niet zo bekend is, dat dat voor ons al niet meer onbekend is dat gezegd wordt, maar ja, het doet natuurlijk pijn in ons hart dat nog niet zo bekend is, maar we voelen wel dat de stappen aan het komen zijn. Dus met dit initiatief denk ik dat er alleen maar meer kan komen en hopelijk zo meer en meer. Mm. Ja, Sam, je zei het al, je volgt het niet echt, heb je moeten studeren? Ja, ik heb al een hart gebroken, dus. Hè. Ja. Hoe lang zijn we bezig? Nog geen 2 minuten. Je volgt het voetbal, het mannenvoetbal vooral op de voet. Heb je moeten studeren voor vandaag? Nee, want dan zou het concept al meteen wel weg zijn, als ik er ineens heel veel van zou weten. Maar ik heb wel een aantal dingen natuurlijk gezien. En ook Jos, die we zelfs nog gaan voorstellen, heeft me ook een aantal dingen doorgestuurd. Zoals, jij hebt dit weekend gescoord, Iliano. Ja, dat klopt. Was dat de bedoeling? Ja, dat was de bedoeling. Oké, okay, heel mooi. Nee, eigenlijk totaal niet, maar... Ja, misschien moet je de goal even beschrijven, wat er gebeurd is voor de mensen die alleen luisteren, die het niet gezien hebben, altijd handig. Oké, dus ik kreeg een bal ingespeeld op de flank. En ik maak een actie. En eigenlijk was het de bedoeling om naar onder andere Marie voor te zetten, die voor het doel stond. Ik stond daar. Maar hij vloog er mooi in aan de tweede paal, dus... Ja, ik stond erop te kijken. Voilà. Dus als we de perceptie rond het vrouwenvoetbal willen veranderen, moet jij gewoon zeggen, dat was 100% bedoeld. Ah, ja, maar ik had gezegd dat de bedoeling was. Ja, voilà. Maar volhouden, vooral volhouden. Ja. Het is mooi dat je het eerlijk toegeeft wel. Je kan de goal wel online zien, denk ik, op de social media kanalen van... Van Club YLA, denk ik ook. Ja. Want niet onbelangrijk, nog niet gezegd. Ja. Jullie spelen allebei voor Club YLA. Ja. Jullie zitten naast een heel groot Anderlecht-supporter. Ja. Hoe hard hebben jullie de overwinning tegen Anderlecht gevierd? Ongelooflijk hard. Toch wel gevierd in de kleedkamer. Het was toch frappant, want ik denk dat in het vrouwenvoetbal Anderlecht toch echt veel meer budget heeft dan jullie. Ze waren ook gewoon veel meer doodgeverde favoriet om die match te winnen, en om elke match te winnen, omdat ze al een paar keer toch op rij kampioen gespeeld zijn. Dus dus knap, ik denk dat we ongelooflijk blij waren dat we dat konden binnenhalen. En ook in die week hebben jullie als Club YLA een prijs gewonnen. Ja. Dat was 2 keer een overwinning op Anderlecht, eigenlijk. Eigenlijk wel. Klein beetje wel, ja. Ja. Helemaal een leek ben ik ook niet. Je moet wel de klok nog starten. Ik weet dat het normaal jouw taak niet is, maar... Het is alleen overtime. Kijk, we zijn eraan begonnen. Ik zei het, eindelijk een podcast over het vrouwenvoetbal. Wat meer aandacht op een ander platform. Jullie zeiden het ook, het is wel iets dat aan het groeien is. Want je merkt wel dat er meer en meer aandacht komt voor het vrouwenvoetbal ook. En als je kijkt ook naar de eerste klasse, ook daar begint nu wat aandacht voor te komen. Voelen jullie dat hard? Ik vind van wel. Ja, ik denk het wel. Het begint al ook met de matchen die worden uitgezonden op Eleven en zo. Ik denk dat al
het al een hele grote stap vooruit is dat het al gedaan wordt. Dat er mensen een keer die misschien niet zouden kijken normaal gezien, daar misschien zelf per ongeluk op komen en dan denken, oh, waarom kan ik er kijken? En misschien zo, ik denk dat het al... Ja, dat al ja ik denk dat we ook al meer steun krijgen of meer middelen krijgen ook van de mannenploegen uit dan. Allee, bij ons, bij Brugge, is dat toch vooral zo. Ja, dat we die middelen krijgen en dat we dan ook zien dat we stappen vooruit zetten. Dus ik denk dat dat vooral ook belangrijk is. En ja, die aandacht komt er dan ook nog bij kijken. Maar, ja. Maar is dat dan wel zo dat jullie al een verschil voelen in herkend worden op straat? Nee. Zo, dan totaal niet? Nee. Okay. Op de matchen wel. Ik vind wel dat meer mensen naar de match komen kijken. En die echt zo foto's vragen en zo. Echt zo wel, ja, een soort van fans, of dat je dat kunt zeggen. Ja. Mensen die fan zijn, die komen kijken. Als mensen een foto vragen, dan zijn ze fan. Ja. Meestal wel, ja. Want er wordt dan vaak gezegd van, er is geen aandacht of er is geen interesse in het vrouwenvoetbal. Ja. Wordt dan, er zijn heel veel vooroordelen over. Ik denk dat vooral mannelijke sportliefhebbers, voetballiefhebbers, die ook wel gaan hebben, er zijn vooroordelen over het vrouwenvoetbal. Is het ergens ook niet de taak in jullie ogen van de media om het publiek wat op te voeden? Zoals met kleinere sporten bijvoorbeeld ook het geval is, kijk naar het hockey, door dat meer en meer uit te zenden om mensen die sport zo meer te laten appreciëren? Ja, ik denk dat wel. Maar ik denk dat die vooroordelen en ja, dat dan nog altijd wel gaat blijven. Ik denk dat ook twee sporten, alleen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal, dat je totaal niet kunt vergelijken met elkaar ook. En waarom niet? Ja, ik denk dat dat op fysiek vlak ook gewoon volledig anders is. Ik denk... Ja. Maar het is iets dat ik had opgeschreven, maar ik dacht een beetje, dat mag ik misschien niet zeggen. Want het is eigenlijk een beetje een andere sport. Als je het zo bekijkt, naast elkaar, is het niet hetzelfde. Het is dezelfde sport, maar je kunt gewoon man en vrouw fysiek niet vergelijken met elkaar ook. Nee, ja, als je tegen elkaar zou spelen, dat zou ook gewoon niet gaan. Nee. Op fysiek vlak, ja, die duwen nu met één vinger bij ze van spreken weg. En dat is gewoon niet te vergelijken. En ja, dat is waar. Dat mocht je ook gewoon niet doen. Ik denk als je soms zo ziet, ik vind dat wel nog soms grappig op de Facebook-posts of dingen, dat mensen daaronder reageren. Ik vind dat eigenlijk vind dat grappig soms. Je mocht daar niet naar kijken. Nee, maar waar ik vind dat entertainend. Maar echt zo... Of dingen dat je denkt van, allee, waarom? Dus wel beledigend. Allee. Ja, tuurlijk. Ja. En ook als er een keer echt een mooie goal is gemaakt of zo, dan is het altijd wel iets. Dan is de keeper die niet goed stond. Of, het is altijd wel iets dat je denkt van, waarom zou je dat doen? Maar ja, ik vind dat wel soms grappig. En ook, ja, ik trek het mij ook niet aan. Ik lees het dan, maar het is niet dat dat in je hoofd blijft hangen of zo. Want... En ook het idee dat heel veel mannen, denk ik, hebben van... Wij kunnen dat beter of dat kunnen wij ook op die manier. Terwijl dat dan misschien blijkt dat dat niet zo is. Ik merk dat vaak in het basket, waar ik uitkom uit die wereld. Over de WNBA wordt dat dan ook gezegd. Mannen die in lagere afdelingen, zelfs in België, spelen. Nou, die kan ik wel pakken. Over WNBA-speelsters denk je heel veel mannen die in lagere afdelingen spelen van... Zit mij tegen Emma Meesman. No way dat hij van mij wint 1-1. Terwijl je dan bedenkt van, denk dat je niet inziet hoe goed hij wel is. Ja, sowieso. Mm-hmm. Nee, maar het zijn vaak ook die reacties dat daarop gepost worden, gelijk op Facebook posts en op dit of dat. Van... Ja, het zullen misschien ook wel altijd dezelfde mensen zijn die dan... ik weet dat niet. Ik krijg voor Mit, dat zijn dan vaak Club Brugge-fans, ook wel wat haatdingen. Ik denk dan altijd, als je al een persoon zet die dat stuurt of die dat comment publiek, moeten we geen rekening mee houden. Nee, sowieso niet. Je hebt het daarnet al even gezegd, maar we moeten Joske nog aankondigen. Ja. Belangrijk, Josephine zit achter de knoppen. Ook vandaag heeft ook een microfoon en zij volgt het vrouwenvoetbal wel. Hij is de voet. Al vuurrood. Ja. En lief, Joske, Jos is dus geen man, maar dat is hoe Josephine genoemd wordt. Joske is mijn bijnaam, Oké, kijk. Dan is het helemaal oké. Nog even over dat jullie matchen nu uitgezonden worden. Ik heb daar een hele vreemde vergelijking over gehoord. De eerste match die omkaderd werd... Op 11, daar zei de presentator toen, dit is een beetje zoals de eerste man die op de maan landt. Oei. Wat? Ja, dat is effectief wat toen gezegd werd in de voorbeschouwing. Dit, eindelijk, er wordt een vrouwenwedstrijd omkaderd, live uitgezonden in België. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de eerste man die op de maan landt. Bedoelende als, het is een mijlpaal. Denk het. Daarom ben ik het jullie voor. Zeggen. Nu de eerste match van jullie dan, dat is op Play 4. Ja. Het is toch geen kleine zender of zo, dus dat is toch wel echt een mooie eerste stap. Ja, zeker en vast. Ja. Het is niet weggemoffeld, bedoel ik daarmee. Je gaat er wel zappend, gaat er wel redelijk snel erop uitkomen. Hè. Het is niet kanaal 12 of daarachter nog, dat je nog zo toevallig op moet komen. Dus het is wel echt een mooie investering. Maar ik wou nog even inprikken, als ik mag. Tuurlijk, doe maar. Over dat jij zei dat je die mocht vergelijken met de mannen. Ik had daar een interessant gesprek over van iemand die voor Club Brugge werkt. Ik ga zijn naam niet zeggen, want ik zal eerst checken of ik dat mag zeggen. Die zei van, in het volleybal hangt het net lager bij de vrouwen.
In basketbal is de bal kleiner. Bal is kleiner, ja. Eén maat kleiner, ja. Alles passen ze wel aan op de capaciteiten die het vrouwelijk lichaam misschien minder heeft dan de man op dat vlak. Waarom spelen jullie dan op dezelfde doelen, op dezelfde grootte van veld? Dat snap ik dan ook niet, dat niet aangepast wordt. Als je dat nu tegen een keeper zou zeggen, denk ik dat hij echt boos zou zijn. Denk dat ze uit hun kram gaan schieten. Ja, ik weet dat niet. Ja. Zeg maar waarom. Hè. Het was ook niet beledigend bedoeld. Nee, zeker niet. Ik denk dan, waarom niet dat? Nee, omdat dat dan langs de kant wel beledigend overkomt, misschien. Alleen. Dat is zo precies van, we kunnen het niet zo. Maar ik snap wel wat je wilt zeggen, want het is overal aangepast en bij ons niet. Dus waarom is dan voor een vrouwelijke volleybalspeelster een belediging dat dat net lager is? Nee, toch? Nee. Dus... Want jullie zeiden het daarnet zelf ook al, inderdaad, gewoon puur biologisch gezien. Ja. Zijn mannen sneller en sterker? Dat is geen belediging of zo, denk ik dan toch? Nee, natuurlijk het niet. Het veld hoeft gewoon niet kleiner te zijn. Nee, ik denk dat ook niet. Ik denk dat die vergelijking voor jou ook ergens moeilijk te maken is, aangezien je net zelf gezegd hebt, ik heb nog bijna nooit een vrouwenvoetbalmatch gezien. Ja, nee, zullen een keer moeten uitnodigen, hè. Ja. Op Brugge. Ja, voilà. Op Brugge. Daar waar ik eigenlijk naartoe ga. Dat is mooi. Misschien een heel dom verzoek, maar voor de mensen die zo hun vooroordelen hebben over vrouwenvoetbal. Zeg eens kort, van waarom moeten mensen die van voetbal houden, maar het vrouwenvoetbal eigenlijk altijd wat aan de kant schuiven, waarom moeten die kijken? Waarom moeten die het een kans geven? Ik denk, wij ook. Wij laten er ook evenveel voor dan dat de mannen ervoor laten eigenlijk. Ik denk dat al één iets is waar wij ook respect voor moeten verdienen misschien. Ik denk het niveau zelf. Ik zeg, het is fysiek niet te vergelijken, maar ik denk wel dat... Technisch. Jullie zijn toch ook gewoon de beste generatie ooit van de Flames? Ja, voorlopig. We maken de vergelijking. Waarom zijn de Cats zo populair geworden? Omdat die op internationale toernooien, wanneer iedereen keek, goede prestaties neerzetten. Ja, dat gaat nu, of dat is nu de logische volgende stap voor jullie. Dus om dat traject te volgen, denk ik dan. Ja, ik denk dat het een het ander zal volgen ook. Dus ik denk dat als we het goed gaan doen ook, de komende matchen, ook op het EK misschien, dat wel vanzelf gaat komen. Dus. Ja, je zei het, de sterkste generatie tot nu toe. Voelen jullie dat niveau echt wel geleidelijk aan stijgt? Onder andere bijvoorbeeld doordat het nu meer uitgezonden wordt. Want er wordt in de States vooral vaak gezegd, where there is cash, talent follows. Hè. Als erin geïnvesteerd wordt, dan gaat er ook wel meer talent uit voortvloeien. Is dat iets wat jullie wel merken? Ik denk wel dat het aan het komen is, maar ik denk dat dat nog niet 100% is wat het moet zijn. Ik denk, gelijk bij ons op de clubs, als we voor onszelf mogen spreken, zijn we nog geen profs. Dus als je niet volledig daarvoor kunt leven, denk ik dat je blijft hangen. Ik denk vanaf het moment dat we echt profs kunnen zijn, dat we voor kunnen leven en alles kunnen laten voor onze sport, dat we dan ook nog extra stappen gaan zetten. Ja, dat zijn misschien dingen voor de nabije toekomst, hopelijk. Die stappen die we dan kunnen zetten. Maar ik denk wel dat we nu al veel progressie hebben gemaakt. Ja, de voorbije jaren wel. Ja. Absoluut, ja. Van de bond uit ook. Ik denk dat we absoluut al zeker stappen gezet hebben. Ik denk dat je het heel goed kunt vergelijken met hockey, de mannenhockey. Die eerste generatie, dat waren zeker niet allemaal profs en zo, die hebben eigenlijk echt sportief de lat hoger moeten leggen, waardoor er meer interesse kwam, waardoor dat je nu ziet dat de resultaten fenomenaal zijn, dat een heel land ook heeft gesupporterd en heeft meegedaan en dat er nu zoveel meer jeugd begint te hockeyen. Wat heeft ook lang geduurd, voor de vrouwen. Dat hockeyproject is begonnen, denk ik, in 2006. Of misschien zelfs iets vroeger. Ja, dus 15 jaar later zijn ze Olympisch kampioen. Dus dat is gewoon. Maar er kwamen steeds betere spelers bij. Dus ja, ik denk wel dat het een geslaagd project is. Doordat erin geïnvesteerd werd, natuurlijk. Wat dat wel het nadeel is, en dat vind ik eigenlijk opvallend. Zowel bij het Belgian Cats verhaal als bij de Red Lions, bij de hockeyers. Die nationale ploegen beginnen dan succes te krijgen, worden meer en meer gevolgd. Maar als je kijkt, de nationale hockeycompetitie, daar kijkt heel weinig volk naar. De vrouwencompetitie, hoogste afdeling in het basketbal, daar komt geen niemand. Kat naar kijken. Nee. Hoe kan je, stel je voor dat jullie met de Flames nu echt het succes, het EK wordt een succes, jullie gaan naar het WK, hoe kan je dat ook laten doorcijpelen naar de competitie? Want ik denk dat dat ook belangrijk is voor de evolutie van die sport. Ik weet dat niet, dat is een moeilijke vraag, want waarom is dat dan nog niet gebeurd? Ja. Ja, ik denk dat gewoon de clubs ook erachter moeten staan. Ik denk dat elke club gewoon moet zeggen van oké, we gaan... Of ja, gelijk in Engeland hebben ze nu beslist van iedereen moet prof zijn bij de vrouwen. Dus ik denk als dat gewoon misschien een maatstaf is dat gebeurt, dat er wordt opgelegd van, ik weet dat niet. Ja, hoe kun je dat doen? Want hoeveel profs zijn er eigenlijk in de Super League? Eentje, denk ik. Ja. In de Belgische competitie wel. Ja. Eentje, denk ik. Eentje maar. Ja. Ah, in de Belgische competitie, ja. Ja. Ja, één. Dat is straf toch, hè? Dat is toch eigenlijk... Maar van de Flames zijn er meerdere, hè? Ja, die in het buitenland spelen wel, maar... Ja, want in het buitenland zie je wel dat daar die...
dat ze daar al verder geëvolueerd zijn. Hè. Kijk naar Nederland, kijk naar Duitsland. Daar wordt het vrouwenvoetbal wel al langer gepusht. Moet ik het zo noemen? Mm-hmm. Ja, misschien wel. Maar wordt in Nederland niet gewoon een vrouw die sport in het algemeen harder gepusht? Gewoon een atleet. Ja. Niet ja, alleen maar een vrouwelijke atleet. Ja, ja oké, okay, een man misschien ook. Ja, maar misschien dat er daar toch minder meer hulp ja. is, lijkt mij. Ik denk dat ze daar gewoon al langer misschien ook mee bezig zijn met die investeringen. Ja. Maar hebben jullie dan wel zoiets? Ik moet binnen zoveel jaar in het buitenland zitten. Wow. Of ik verlies ik heb tijd dat zelf of niet. Nee. Nee? Nee, ik heb dat zelf niet direct. Allee, als, nee. dat, als dat zou komen, dan komt dat, maar voorlopig. Omdat je ook wel voelt dat in België die stappen aan het gaan, allee, die stappen aan het komen zijn. Dus ik denk dat dat wel op de termijn gaat komen. Maar je weet wel, van als ik naar het buitenland ga, dan weet je wel dat je meteen prof kan worden, bijvoorbeeld. Dus dat zou wel een, toch een gigantische stap kunnen zijn ja. in de ontwikkeling en ook gewoon voor jullie privéleven. Ja, maar ik studeer nog, dus voor mij is dat een beetje moeilijk om nu gewoon zomaar te zeggen van... ik ben weg en ik ga mijn studies zomaar stopzetten. Dat zou een beetje dom zijn. Nee, dat snap ik, maar omdat het in België niet professioneel is, of toch weinig, ga je ooit misschien wel voor dat ding komen als je diploma hebt gehad, dat er een jobaanbieding komt ja, en dat je moet wel. Kiezen en dan misschien wel zeggen, ja, ik ga naar het buitenland en nu nog even op voetbal focussen, want dan kan ik het professioneel doen en dan ja, kan de rest wel. Wachten. Wat in hockey ook gebeurt. Hè. Ja, klopt. Mm-hmm. Die ja. hebben misschien iets meer keuze, maar de beste spelen toch ook in Holland, denk ik allemaal. Dus toch veel, Arthur van Doorn en zo bedoel ik. Ja, maar die zijn ook prof omdat ze ook betaald worden voor wat ze bij de klopt. Red Lions doen. Hè. Dus klopt. Die worden door de hockeybond en het BOIC, denk ik, dat die ook zo daardoor betaald worden. Dus dat is, en ja. Het is ook niet dat dat waanzinnige bedragen zijn. Maar misschien, omdat we dan niet de hele tijd over het verschil tussen mannen en vrouwen moeten blijven praten. Misschien nee, moeten we, het moet fan worden. Hè? Mm-hmm. Misschien moeten we over de speelsters zelf hebben. Ja, is goed. Goeie. Ik heb een post op Eleven gezien dat jij Zidaneke had gedaan. Ja, oh, Zidaneke. Ja. Hoe? Zeg maar. Ja, wouden we vragen, inderdaad. Misschien niet onhandig. En voor de mensen thuis die inderdaad gewoon niet kijken. Beschrijf jullie zelf eens als speelsters. Dat is niet gemakkelijk. Misschien over jezelf praten. Of beschrijf elkaar, inderdaad. Ja. Ja, dat is beter. Moet ik beginnen? Ja. Het is mij gelijk. Nee, zal ik beginnen? Ik denk dat Isabel een hele goede verdedigster is. Heel aanvallend. Speelt linksback. Een hele goede linkse voet en een voorzet. Kan goed dribbelen. Ja. Okay. Snel, had ik dat al gezegd. Ja. Allee, bedankt. Dat is niets. het is niets. Awkward. Nee, Marie is aanvallende middenvelder eigenlijk, spits. Een heel goede trap. Ik denk een van de best technische shots dat ik al gezien heb, dat je hebt. Als je daar een pas van krijgt, ook op training, is het al moeilijk om hem te controleren. Dus heel hard. dat is Danneke, zei het ook al, heel technisch. Veel overzicht, groot. En daardoor kobbelsterk had ik ook gelezen. Ja, ze zegt dat zelf niet graag. Dus. Ik kijk wel effectief veel wedstrijden, alleen als ze uitgezonden worden. En wat mij opvalt bij u is dat je inderdaad een heel goed spelinzicht hebt. En dat je echt het spel goed verdeelt van op je positie. Het is stiekem een beetje van. En dan kun je altijd wel infiltreren en dan staat je in de 16 en op voorzetten van Isabel. Dan kobbalsterk, ja. De vraag is toch echt, waarom zit ik hier en niet Josephine? Ik weet het. Waarom zit ik hier en niet Josephine? Maar jij zit toch het dingen van het hele doel van het programma? Ja, ik ben het jij experiment, moet maar ik ben al van antwoorden. Eigenlijk, we hebben een nieuw doel is dat jij overtuigd raakt. En ook het doel is dat de laatste aflevering dat ik daar zit en dat Josephine hier zit. Voilà. Ja, jij moet er nu niet tussenuit muizen. Ja, maar ik muis er niet tussenuit. Ik blijf hier, hè, maar dat Jos het overpakt. Oké. Okay. Nee? Ja, is goed. Vind dat een goede deal? Nog een beetje oefenen. Joske, ben je mee? Ben mee. Oké. Okay. het Red Flames verhaal. Jullie gaan volgend jaar naar het EK. Jullie gaan zich proberen te kwalificeren voor het WK, voor de eerste keer. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de Belgian Cats bijvoorbeeld? Naar dat succesverhaal? Is dat jaloezie? Is dat bewondering? Of is dat vooral van, oké, daar willen we binnen dit en vijf jaar ook staan? Wat die hebben bereikt, daar moeten we ook naartoe. Ja, vooral dat, denk ik. Vooral die laatste twee, denk ik. Ja. Jaloezie is alles behalve. Nee. Ik denk dat de Flames zelf ook de Belgian Cats ongelooflijk hard volgen allemaal. Dat wij er ook super hard mee meeleven. En dat wij superveel respect en bewondering hebben voor wat zij de laatste jaren al gepresteerd hebben. En ja. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Dat is leuk om naar te kijken. En wij hopen gewoon dat wij die flow wat kunnen volgen. Maar je merkt daar wel bij hen natuurlijk. Veel wordt gestart doordat ze die ene wereldster hebben. Ze hadden Ann Wouters, nu hebben ze Emma Meesman. Dat is nog meer next level.
Is het daar bij jullie misschien ook op wachten? Op zo iemand, op zo'n Rapino, op Marta bij Brazilië, zo één iemand die de sport overstijgt eigenlijk? Oh, dat weet ik niet. Ik weet dat niet. Ik weet het ook niet. Ik denk dat dat zou wel bij ons de bekendste zijn. Als je iemand op straat vraagt, zeg een vrouwelijke voetbalster, dat dat Tessa zal zijn. En dus dat ook denk, wel bijna iedereen ondertussen Tessa zal zeggen. Zal ken, dat er niemand gaat zeggen, ik ken niemand, want bijna iedereen kent haar wel. Dus dat is wel. Dat is wel een evolutie inderdaad. Ergens. En hopelijk binnenkort ook meer dan alleen Tessa zal zijn. Maar ik denk dat het al een begin is dat maar dat mensen wel iets van kennen. Want bij de Cats ook, het is niet enkel Emma Meeseman, het is de ganse ploeg. En iedereen heeft zichzelf zo overstegen tijdens die laatste wedstrijden en ook op de Olympische Spelen. Ik denk dat ze daar op het puntje van die kwartfinale... Mm-hmm. Maar het begint daar wel bij, hè? Het begint vaak wel bij die grote ster en dan de rest. Dan komt Julie Alman die daar zich evolueert. Ik kan maar zeggen, dat kan ook zijn dat dat misschien voor jullie net nog zo een extra impuls zou kunnen zijn. Dat kan zijn. Ik kon daar zelf niet echt goed een antwoord op geven. Nee, dus... Je hoort wel van die ploeg daar dat echt zo'n ongelooflijke vriendengroep is. Hoe zit dat eigenlijk bij de Red Flames? Hoe is die sfeer daar? Ik denk dat de sfeer op zich wel goed is. Ik denk dat dat in het begin altijd wel, als je samenkomt, een beetje aanpassen is, omdat iedereen van zijn eigen club komt. Er zijn ook dan mensen die met... wij zijn dan met drie van Brugge. Mm-hmm. Ik denk dat OHL er vijf heeft, Anderlecht ook een paar. Het is logisch dat je soms elkaar iets meer opzoekt. Maar op zich is de sfeer denk ik wel... Het is ook wel leuk om elkaar terug te zien. Het is ook wel leuk om elkaar terug te zien. We hebben met elkaar gespeeld. Like met Leni Onsja, die bij OHL speelt nu. Heb ik samen gespeeld in Gent. Ik heb voor 2 jaar geleden bij Gent gespeeld. De speelsters die bij Gent spelen nu, die kent je ook. Dus het is wel altijd leuk om elkaar terug te zien. Jullie hebben allebei bij Gent gespeeld, hè? Ja. En dus is dat een... in mannenvoetbal zou dat wel een redelijk smaakmakende transfer zijn van Gent naar Brugge. Ja, dat is niet altijd... Is dat bij jullie ook? Bij mij was dat niet altijd zo positief onthaald door iedereen, maar... Door de Club YLA-fans dan? Nee. Door Gentfonds, denk ik. Ik weet het niet. Maar op zich, voor mij staat het er los van bij ons is die rivaliteit eigenlijk minder, hè. Het is altijd leuk om tegen Gent te spelen, maar het is niet zo... Het is ook geen business bij ons dat er zoveel geld van afhangt of dat al zo lang... Het is helemaal... voor mij staat het er los van. Okay. Voelen jullie zich eigenlijk al helemaal ingeburgerd bij de Flames? Want jullie zijn twee van de jongere leden van de ploeg, zeg maar. Hè? Als je kijkt naar de ervaring die er is. Ja, ondertussen wel al, denk ik. Ja, ik ben er ook al eigenlijk lang bij, maar ik ben dan ook geblesseerd geweest en dan daarna terug erbij gekomen. Maar ik denk dat we allebei wel mogen zeggen dat we al redelijk ingeburgerd zijn. Ja, ik denk het ook al. Ondertussen zijn er ook alweer jongere meisjes bij ons. Nog jonger dan ons, dus we zitten zo'n beetje ertussen. Maar ik denk het wel. Welk lied hebben jullie moeten zingen? Dat is al lang geleden. Ja, ik weet het wel nog. Dat weet je toch sowieso nog? Ja, ik weet het wel nog. Ik ook, maar dat is al... dat was in 2014 of zo bij mij. Bij mij was het 10.000 luchtballonnen. Oh, mooi. heel schoon. Ja. Ik had Ed Sheeran, denk ik. Iets. Oh, amai. Ja. Kun je dat nog een keer opnieuw doen? Nee. Ah. Jij wel, dan als je zo We kunnen daar elke week de uitsmijter van maken. Nee, het is okay. Ja, dat kan. Maar ze durven vanaf niet. Volgende week. Ja. dat iedereen voorbereid is. Kan. Wat wel, het feit is, er zit een soort continuïteit wel, hè, bij de Flames. De bondscoach is daar al even. Merken jullie dat ook in de speelstijl, dat die echt wel continu is? Ja, ik denk dat het wel goed is dat... Dat er automatismen zijn ook, dat er vaste dingen zijn, zoals de coach die er ook al even is. Dat we, basisdingen. Iedereen weet wat er verwacht wordt van die basisprincipes eigenlijk bij de Flames. En dat is wel een voordeel of een positief punt, denk ik. Het is natuurlijk altijd volledig anders bij je club dan dat je daar komt, dus dat is altijd eventjes aanpassen wel. Maar ik denk dat die zaken wel tof zijn. Ja, dat is iets wat opgebouwd is ondertussen al in al die jaren. En ik denk dat dat wel ondertussen wel goed is. Zijn er ook al vrouwelijke coaches in de Super League? In de Super League? Eentje, hè? Aline Zeller. Ja, en vorig jaar was het ook Audrey. Zij coacht Charleroi. Ja, eentje is eigenlijk schandalig. Nee, het valt me gewoon op, maar ik weet niet of dat per se fout is of zo. Er was eentje bij Woluwe vorig jaar, maar die is nu
bij de staf van de Flames. Dus... Het kan toch niet dat dat zo uniek is? Nee, maar ik bedoel, bij het hockey hebben ze ook van buitenland expertise en dat soort dingen eerst naar hier gehaald en dat hier neergezet. Dus waarom zou je dat niet zo kunnen doen? Ik denk dat ze toch ook allebei tevreden zijn met de bondscoach. Je moet nu ja zeggen, natuurlijk. Ja, omdat ik het, de normaalste zaak van de wereld zou vinden dat er meer vrouwelijke coaches zijn. Net zoals, ik denk dat ook gewoon een... Dat zal ook moeten evolueren. Maar net zoals als er een vrouwelijke scheidsrechter is. Of een vrouwelijke grensrechter. Er wordt nog altijd nu gezegd van, er wordt altijd zoveel aan... Wat maakt het uit? Ik vind dat niet speciaal. Ook in mannenvoetbal, ik vind dat totaal niet speciaal dat een vrouw scheidsrechter is. Het is speciaal, die tijd zijn we toch al voorbij. Dat het weinig voorkomt, is het nog altijd speciaal. Ja, we zouden moeten evolueren nadat het niet meer speciaal is. Maar het is op dit moment speciaal. Hè? Dat in de Bundesliga een vrouw fluit. Oh, die zelfs al met pensioen gegaan is. Ah, voilà. Ik weet haar naam niet meer, maar dat is speciaal. Ik ook niet, maar ik weet wel wat ze eruit ziet. Ja. En is die onder pensioen, dan is die toch niet lang. Die heeft dat meer dan 10 jaar gedaan daar. Ik weet ook niet veel van mannenvoetballen. Waarom zit jij eigenlijk? Voor af en toe een onzolle vraag te stellen. Exact. Jullie beginnen aan de kwalificatiecampagne deze week in en tegen Polen. Wat zijn jullie ambities eigenlijk voor die campagne? Natuurlijk, jullie willen de groep binnen. Iedereen die meedoet natuurlijk aan een kwalificatiecampagne. Maar wat is realistisch in jullie ogen? Ja, ik denk dat we gewoon moeten zeggen dat we willen kwalificeren voor het WK. Ik denk dat dat gewoon een doel is. Mm-hmm. En dat we daar wel voor moeten gaan. En groepswinst dan? Ja, er zijn 9 groepen in Europa zeker. En de 9 groepswinnaars gaan door. En dan de 9 tweede's die spelen nog play-offs tegen elkaar. Als ik me niet vergis. We moeten ook niet afgaan op voor play-offs te gaan of zo. Dat zien we dan wel. Ja, het is match per match. Vorige WK herinner ik mij, maar dat zal dan weer fout zijn, dat het wel nipt was dat het niet gelukt is. In zo'n barragewedstrijd. Ja, het was tegen Zwitserland. Mm-hmm. Voilà. Maar ik was toen nog supporter. Oké, cool. Ik was daar toen niet mee. Ik was de supporter in het stadion in Leuven. Ja, dat weet ik nog. Dat was echt zo'n nipt 2-2, denk ik, dat ze verloren waren. En dat ze dan toch niet door waren. Dus. Ik heb dat op zo'n Facebook livestream gevolgd. Voilà. Toch iets gevolgd. Jullie gaan het thuismatje nu niet in Leuven spelen? Ik denk dat het nu gewoon uitzonderlijk in het Koning Boudewijn stadion is. Tegen Albanië. Maar daarna wel terug in Leuven. Ja, daarna terug in Leuven. Groep met, je zegt Albanië, Polen, Kosovo, Noorwegen en Armenië. Wat zijn de gevaarlijkste tegenstanders? Ik denk sowieso, als je nu zegt Noorwegen, oké, dat is misschien wel de beste ploeg, maar zo misschien in onze ogen mindere landen, ja, daar kun je ook ver mee mispakken. Ja, dus dat ik denk is nog altijd moeilijk om tegen te spelen. Elke keer op je topniveau moet zijn, want ja, je mag nooit onderschatten, denk ik, want dan gaat je juist verliezen. En Albanië, Kosovo, Armenië zijn gewoon traditioneel ook niet de gemakkelijkste verplaatsingen. Hè? Nee. Dat komt er ook nog eens bij. Ja, denk nee, ik ook. Sowieso niet. Dus ik denk dat sowieso allemaal... dat we allemaal top gaan moeten zijn om die match te kunnen afwerken. Oké, eerste opdracht, Polen. Wat moeten we daarvan weten? Ja, ik denk dat wij deze week nog veel info gaan krijgen. Nog veel info gaan krijgen over Polen. Het is maar de eerste dag dat we nu samen zijn. Dus. Heb jij er al tegen gespeeld? Zelf? Ik denk dat ik nog nooit, ook niet met de jeugd, ook nog niet tegen Polen heb gespeeld. Ja, bij mij was het ook al lang geleden, dus ik denk dat die ook al een heel andere ploeg bij elkaar hebben nu dan daarvoor. Dus. Dat is wel iets wat ook opvalt als je dan de research doet. Er staat heel weinig. Dat is vreselijk. Dat is echt, jullie hebben een Wikipedia van 4-5 zinnen. Ik heb dat misschien kunt jij dan. Ja, wel eens een oproep dan voor de fans. Vul dat wat aan. Dat maakt het zo ook wel leuker, denk ik. Maar los van Wikipedia. Ik denk dat nu de Score League, dat die wel echt geïnvesteerd hebben om alles van informatie, ook de beelden natuurlijk, met dat wordt uitgezonden. Dat is wel echt in orde. Die site konden we wel echt al het een en ander vinden. Dus het zal ook weer een stappenplan zijn. Maar het valt me echt op hoe weinig ervan te vinden is. Maar los van dus ik snap dat jullie het is echt... van Polen nog heel veel informatie moeten vergaren. Omdat je vindt er niks van. Die goede staf. Ja. Die ondertussen denk ik alles van Polen zal kennen. Dus zien jullie dat meteen als een must-win? Die eerste match? Want het is altijd lekker om een kwalificatiecampagne goed te beginnen. Gewoon. Dat is het al voor in het kopje. Ja, sowieso. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor iedereen om daar al een goed resultaat neer te zetten. Het gaat natuurlijk geen gemakkelijke match zijn. In Polen zeker ook niet. Dat is ook erachter zitten om veel volk naar het stadion te brengen. Dus die zullen ook wel... En het zullen veel minder Belgen zijn dan Polen zijn. Dus. Ja. Maar voor die thuismatch, dat is echt iets belangrijks. De mensen naar het stadion krijgen. Ja. We willen tegen het einde van de kwalificatiecampagne dat we toch een gevuld huis hebben. Hoe krijgen we dat voor elkaar en wat kunnen wij eraan doen om jullie daarmee te helpen? Ja, Sam. Ja, alle kaartjes kopen. Ja, via reclame maken, denk ik. Hè. Voilà. Ja. Dat is
Dat is een belangrijkste. Okay. Misschien de Wikipedia-pagina. En hoe hebben ze dat daar gedaan? Ik weet niet hoe dat ze het exact gedaan hebben, maar ik ben zelf toen naar EK-wedstrijden gaan kijken in Nederland. En die stadions daar, die zaten echt gewoon vol. En die sfeer, die was ongelooflijk. Ik heb de Red Flames daar 2 keer zien spelen. Het gaat. In Nederland zijn ze daar echt supersterk. Maar, in Nederland zijn er sterren in dat team. Hè? Ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten en dat dat dan ook wel zal komen. En dat de speelsters die zeker in het buitenland aan de top spelen, dat we die ook gewoon nog meer pushen op alle mogelijke kanalen. Nee, dat klopt. Want dat kun je zeggen, zo Lieke Martens, die dan ooit, ik denk 3 jaar geleden of zo, beste speelster ter wereld was. Ja, die zat in die Nike-filmpjes ook. Mm-hmm. Die werd echt zwaar gepusht. Nederland heeft er nog. Dat is zeker niet de enigste ster van de. En ik denk dat de Rode Duivels daar een grote rol in kunnen spelen. Als je nog eens een vergelijking maakt met WNBA-speelsters, hoeveel NBA-spelers daar reclame voor maken op hun social media-kanalen, daar filmpjes van posten, dat zorgt ervoor dat er gewoon nog meer exposure komt voor die speelsters. Ja, sowieso. Wat dan nu? Ik heb in de Bruine een filmpje van Emma Meesman gedeeld. Waarom oproep aan de Duivels? Waarom oproep aan de Rode Duivels? Ja, waarom niet? Ja, voel je genoeg steun eigenlijk van de Rode Duivels? Ja, zien jullie die ooit? Ja, we zien eigenlijk niet. Hè? Nee, ik denk dat dat heel afgeschermd is. Ja. Dan die ook ik zou denken heel, in Tubize dat je elkaar misschien tegen... Maar als een social media manager van bijvoorbeeld Kevin De Bruyne of Dries Mertens dingen over jullie zou posten, dat zou toch al gigantisch helpen? Dat zouden we eens moeten testen eigenlijk. Ja. Wie gaat dat voorstellen? Ja, we kennen hem. Ja, allee, kom. En Sam, je hebt ook nog een verzoek. Nee, dat weet ik nu niet wat je bedoelt. Had je geen verzoek voor de laatste match van de kwalificatiecampagne? Wou jij niks doen? Ah ja, just, dat al voor de dingen gezegd, dus ik was het vergeten. We willen dan wel eens de aftrap komen geven. Dat was toch bedoeld? Ja, dat bedoelde ik, ja. Als het stadion vol zit. Ja, als het vol door een stunt dat we doen of zo, mag dat dan? Wij zouden dat leuk vinden, ja. Oké. Okay. Maar voilà. Of dat we dat kunnen geregeld krijgen, dat weet ik niet. Anders gaan we strikkergewijs moeten... Je kunt altijd net proberen. Je kunt altijd proberen. Voor de bevestigend geknikt. Zal misschien ook volk trekken. Ja. Of misschien. Voor de aftrap als strieken. Oh, dat is heel mooi. Oké, okay, jullie spelen vrijdagavond om 7 uur in Polen. Live te volgen op Play 4. Ja. Ja. Gaan jullie spelen? Dat weten wij nog niet. En wat verwacht je? Moet het weer van elkaar dus leggen? Dat is moeilijk, ja, dat is moeilijk dat is om nog te zien. Deze week te ook... Zien. Het is ook wel voor ploeg dat Polen is. Dus ja, we zullen het wel zien. Ik hoop het alleszins, want ja, nu kennen we hun. Ik hoop het ook. Het is leuk als we ze terugzien op het veld natuurlijk. Absoluut. Ja. Goed, Marie, Isabel, bedankt dat jullie er waren. Sam? Geen probleem. Ja, bedankt. Ja, we moeten afronden. Het zit erop. Ja, het zit erop. Het zit erop. Volgende aflevering, weten we al wanneer dat die is? Nee. Nee. Maar er komt een volgende aflevering. Dus kijk zeker naar de wedstrijd van de Flames in Polen. Vrijdagavond om 7 uur op Play 4. En de eerste thuismatch die is dinsdag, als ik me niet vergis. Klopt. Ja, tegen Albanië. Dus als jullie niet willen kijken in het stadion, kijk dan op Play. Maar ik zou zeggen, ga toch ook maar naar het stadion, dat er genoeg steun is voor de Flames en voor ons. Tot de volgende keer. Salut!